Geachte aanwezigen, welkom op deze bijzondere academische zitting die ik als rector magnificus van onze mooie universiteit mag leiden. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Rianne Letschert en ik ga kort iets vertellen over de twee heren om wie het vandaag allemaal draait. En dit is de eerste keer voor mij in ieder geval dat wij een academische ceremonie hebben waarbij een hoogleraar afscheid neemt en we een hoogleraar gaan inaugureren. Dus dat is heel bijzonder. En dat is ook fijn om dan zo'n hele volle kerk te zien. Dat moet goed voelen, hè? Of beginnen de zenuwen enigszins? Dat kan ook, dat hoort erbij. Dat hoort, zeker als je daar naar boven loopt, ga je merken. Als ik dan iets verteld heb, in het kort, over deze twee bijzondere heren, dan zal professor Van Zundert zijn inaugurele reden uitspreken, gevolgd door de afscheidsreden van zijn voorganger, professor Van Kleef. En daarna zullen nog een paar andere mensen het woord nemen, waaronder bestuursvoorzitter Marja van Dieën. Welkom ook. En Marja en ik hebben onze praatjes een beetje op elkaar afgestemd, want we hebben hier ook wel eens gestaan en ik mag altijd als eerste. Dat ik eigenlijk al heel veel verteld heb, dat is niet altijd fijn, hè? Dus we hebben het nu goed op elkaar afgestemd. Dus als u denkt bij mij, waarom noemt ze nou niet dit wapenfeit, dan kan het nog komen. Of het was misschien toch niet zo'n wapenfeit. Dat kan natuurlijk ook. Maar dus heb vooral geduld. Er komen nog meer toespraken. Maar eerst dus een hele korte introductie vanuit mij. En dat is een hele uitdaging voor twee hoogleraren over wie afzonderlijk al een heel verhaal te vertellen is. Laat ik beginnen met professor Van Kleef. Beste Maarten, na een meer dan indrukwekkende carrière, zowel in de kliniek als in de wetenschap, is het vandaag toch echt zover. Je gaat met pensioen. Soort van, althans. Want volgens collega's roep je al 2 jaar, ik ga met pensioen. Maar pas sinds een jaar merken ze daar daadwerkelijk iets van. Met de komst van je opvolger naar Maastricht ging je alvast de helft minder werken, waardoor je ineens opgezadeld zat met veel vrije tijd. En dat valt niet mee hoor, zeg je daar zelf over. Ik kom natuurlijk toch uit een generatie die dag en nacht aan het werk was. En dankzij dat arbeidsethos en je kundige visie en je wil om het vakgebied verder te brengen, heb je de nodige sporen achtergelaten binnen jouw discipline. Tot en met de naam ervan aan toe. Heette dat vroeger nog pijnbestrijding? Jij hebt ervoor gepleit dat het pijngeneeskunde moet heten. Want, zeg jij, bestrijding slaat eigenlijk alleen op de interventie, terwijl het ook een groot deel diagnostiek behelst. Om nog maar te zwijgen van de psychische factoren die bijdragen aan de pijnbeleving. Je hebt je hard gemaakt voor evidence-based medicine in de pijngeneeskunde met heel veel succes. Onder andere via je betrokkenheid bij het World Institute of Pain. En je naam is internationaal haast synoniem met pijngeneeskunde. Onder andere dankzij dat hele beroemde blauwe boek. Evidence-based interventional pain practice. According to clinical diagnosis is de titel. Verplichte kost ter voorbereiding op het pittige examen pijninterventie voor fellows en stafleden die pijnspecialist willen worden. Ik kan me voorstellen dat het heel veel voldoening geeft om een vakgebied mede vorm te kunnen geven. Dat nog maar net opkwam toen je tijdens je dienstplicht als beginnend anesthesist aan de slag ging. De neurofysiologie trok je aan, net als de invasieve behandelmogelijkheden. Onder andere met je 42, ja, ik kom uit de rechtsgeleerdheid, 42 promovendi is onmogelijk. Maar met jouw 42 promovendi onderzocht je de vele facetten van pijngeneeskunde. Voor mensen met diabetes die lijden aan het complex regionaal pijnsyndroom, heb je via je onderzoek samen met professor Joosten 2 van de 3 indicatiestellingen voor een dure interventionele behandeling kunnen onderbouwen. De zorgverzekeraars vergoeden hierdoor deze behandeling voor mensen die vaak al 5 jaar chronische pijn hebben en bij wie niks meer helpt. 50-70% is op deze manier alsnog geholpen. Dat zijn resultaten waar je meer dan trots op mag zijn.
Je collega's roemen dan ook je grote kundigheid en het feit dat je een soort wandelende encyclopedie voor hen bent. Enerzijds zijn dat flinke voetsporen om in te treden. Anderzijds spraken diezelfde collega's, ik heb wat spionnen weer geraadpleegd, hè? Jullie kennen het principe. Diezelfde collega's spreken ook hun volste vertrouwen uit in de capaciteiten van Jan van Zundert, die bij jou en Bert Joosten promoveerde. In 1995, moet u weten, ontmoetten de heren van Kleef en van Zundert elkaar voor het eerst, toen Maarten een praatje over zijn vak hield in Amsterdam. Na zijn benoeming tot hoogleraar in Maastricht zocht Jan contact om samen de Belgisch-Nederlandse richtlijn voor geneeskunde te maken, wat later dus uitmondde in dat beroemde blauwe boek. Echt goed leerden jullie elkaar kennen vanaf 2003, toen Jan aangaf bij Maarten te willen promoveren. Jan bleek een zeer energieke, ijverige promovendus. Of zoals professor Van Kleef het verwoordt, een promovendus heeft twee dingen nodig. Dan moeten jullie even opletten als je nog wil promoveren. Hij moet gedreven zijn, en hij zeg je trouwens wel, dat is wel jammer. Hij moet gedreven zijn en hij moet slim zijn. Maar u leest natuurlijk ook zij daarin, want we hebben veel meer vrouwelijke promovendi tegenwoordig. Even, waar ben ik nou? Gedreven en dom is geen goede combinatie en lui en slim loopt ook vaak niet goed af. Dat weten we ook allemaal. Maar Jan had dus de goede combinatie en schreef een heel goed proefschrift over nekhernia's met pijn in de arm en de minimaal invasieve behandeling ervan. En de rest is geschiedenis. Want toen er een opvolger gezocht moest worden, omdat professor Van Kleef nu toch echt langzaamaan met pensioen zou moeten gaan, was Jan de gedoodverfde kandidaat. Ik weet niet of jullie dat in België ook zo noemen. Het klinkt wat hard en bruut in het Nederlands, maar je begrijpt vast wat ik bedoel. En zodoende combineert Jan nu zijn baan als hoofd van de pijnkliniek in het Belgische ziekenhuis Oost-Limburg met Maastricht. En feitelijk kunnen we stellen dat ook een hoogleraar anesthesiologie, in het bijzonder pijngeneeskunde, die de pijngeneeskundige groep leidt binnen het ziekenhuis, over dezelfde eigenschappen moet beschikken als een promovendus: gedrevenheid en intelligentie. Tot nu toe maakte professor Van Zundert al een zeer positieve indruk op zijn nieuwe collega's. En ook professor Van Kleef zegt desgevraagd zelf: het komt allemaal goed. Dat heb je wel echt gezegd, hè? Als ik plagiaat, fouten, fraude. Als een echte family man leidt hij die groep prettig en vakkundig. Uitdagingen zijn er genoeg. Te beginnen bij de zichtbaarheid van de pijngeneeskundige in niet alleen het hele ziekenhuis, maar ook in de academische schools van de universiteit. Maar ook de ruggenmergstimulatie samen met de neurochirurgen gaat nauwer vervlochten worden in de toekomst, heb ik mij laten vertellen. En er lopen al een paar eigen promovendi rond in het Maastrichtse. Kortom, Jan, je hoeft je niet te gaan vervelen. Maar daar was ik al niet bang van. En Jan heeft de gewoonte dat als hij bij mij op bezoek komt, dat hij Belgische chocola meeneemt. Nou, wie wil dat nou niet? Moet vaker komen wat dat betreft. Rest mij nog om professor Van Kleef namens de Universiteit Maastricht van harte te bedanken voor zijn enorme inspanningen al die jaren en hem alle goeds te wensen voor de toekomst die nog voor jou ligt. En professor Van Zundert vooral heel veel plezier te wensen en succes met alle mooie uitdagingen die jouw toekomst hier in Maastricht gaan brengen. En dan geef ik nu heel graag het woord aan professor Jan van Zundert, die de kansel op mag gaan voor zijn inaugurale rede. Een hartelijk applaus. Leden van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht, leden van de raad bestuur van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, zeer geachte collega's, familie en vrienden, welkom en dank voor uw talrijke aanwezigheid in deze Sint-Janskerk. Met deze reden aanvaard ik het ambt als hoogleraar pijngeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. Het is voor mij een grote eer om hier in Maastricht de derde pijnhoogleraar te worden, in opvolging van mijn eerbiedwaardige voorgangers, professor Menno Sluiter en professor Maarten van Kleef. Beide letterlijk en figuurlijk zeer grote personen in ons vakgebied.
In het kader van mijn aanstelling, vermeldde de rector al, werd er ook een akkoord gesloten tussen de raden van bestuur van het MUMC en het ziekenhuis Oost-Limburg, waar ik nog blijf werken, voor een samenwerking tussen het befaamde pijnonderzoekscentrum hier in Maastricht en anderzijds het state-of-the-art MPC in het Zoutelaanaken op slechts enkele kilometer hier vandaan. Daarmee officialiseren we de samenwerking die reeds meer dan 20 jaar bestaat op het vlak van onderzoek, onderwijs en opleiding. Voor de toekomst exploreren we ook de mogelijkheden voor de patiëntenzorg. Mevrouw de rector Magnificus, bij ons kennismakingsgesprek enkele maanden geleden, bij die chocolade, bij die Belgische chocolade, vroeg u mij, pijngeneeskunde, wat kan ik me daarbij voorstellen? Zoals toen beloofd, volgt vandaag een woordje uitleg. En aangezien ik genetisch belast ben met geschiedenis, gaan we daarmee starten. Nadien zal ik jullie in de komende 35 minuten mijn visie over ons vakgebied en tot slot het plan van aanpak in het kader van mijn leerstoel toelichten. Maar dus eerst wat geschiedenis. Pijncontrole wordt vaak geassocieerd met het voorkomen van pijn tijdens en na heelkundige operaties. En is op die manier ook nauw verbonden met de ontwikkeling van de discipline anesthesiologie. Tussen anesthesie, niet meer voelen, en analgesie, geen pijn meer voelen, is dan ook niet zoveel verschil. De eerste demonstratie van een pijnloze operatie onder algemene anesthesie dateert reeds van half de 19e eeuw aan de Harvard Medical School in het Amerikaanse Boston. Maar het duurde nog een eeuw voor de oprichting van de eerste Nederlandse anesthesieafdeling in het Amsterdamse Wilhelmina gasthuis door de uit Engeland afkomstige mevrouw Van der Meulen-Crunch. Een grande dame, heb ik altijd gehoord. Niet per toeval kwam het uit Engeland, want daar was in de Tweede Wereldoorlog heel wat ervaring opgebouwd met het proberen in leven te houden van de vele oorlogsslachtoffers. En dat leidde tot de doorbraak van de anesthesiologie in Europa. De rechterhand van die befaamde mevrouw Van der Meulen-Crunch was ene Menno Sluiter. En hij opende in 1973, of hij startte in 1973, als eerste in Nederland met een pijnspreekuur en werd vervolgens in 1989 aangesteld als hoogleraar aan deze universiteit, de toen nog jonge Rijksuniversiteit Limburg. Dit was de eerste leerstoel pijn in Maastricht, maar ook in Nederland en zelfs in Europa. Pionierswerk in Maastricht. In de jaren 90 voerde Ben Krul, hier ook aanwezig, een kruistocht voor meer aandacht voor pijnbehandeling bij patiënten met kanker. En hij werd hoogleraar pijnbestrijding in Nijmegen. Ook in België kennen we pioniers. Al bij Van Steenborgen, die zijn volk leerde en Europa zelfs epidurale prikken. En Hugo Adriaanse, die de eerste pijnkliniek van België startte in Leuven en nadien afdelingshoofd anesthesie werd aan de Universiteit van Antwerpen. Ik wil graag expliciet deze vier pioniers benoemen en bedanken, want ik heb het genoeg gehad bij allen een deel van mijn opleiding te hebben genoten. Zonder hen zou ik hier vandaag niet voor u staan. Maarten van Kleef, in 2002, opvolger van Menno Sluiter en mijn voorganger en mentor, heeft hier de pijnafdeling uitgebouwd en was zo 30 jaar lang het gezicht van de pijn in Maastricht, maar ook tot ver daarbuiten. In samenwerking met professor Bert Joost heeft hij vormgegeven aan het hoog aangeschreven translationele pijnonderzoek. Maarten zal straks in zijn afscheidsrede nog dieper ingaan op alle realisaties. Het is indrukwekkend veel, waarvoor al mijn respect, vriend. De Universiteit van Maastricht heeft onder zijn impuls ook een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling en professionalisering van de pijngeneeskunde, zowel nationaal als internationaal. Uit dit kort geschiedenisoverzicht leren we dat pijngeneeskunde toch nog een erg jonge discipline is. Maar toch zijn er actueel reeds 5 universiteiten in Nederland met een anesthesioloog als hoogleraar pijngeneeskunde. Mijn compagnon de Roet, Chris Vissers in Nijmegen, Frank Huigen in Rotterdam, André Wolf in Groningen en last but not least onze enige vrouwelijke collega Monique Stegers uit Amsterdam, die vorige maand haar inaugurale rede heeft gehouden. Allen hier aanwezig vanuit heel het land. En ik kijk uit naar een vruchtbare samenwerking met ieder, als ook met de besturen van de Nederlandse pijnsectie en de pijnalliantie. Waarom zijn er nu toch zoveel pijnhoogleraren nodig, hoor ik u zeggen, denken. 30 jaar jong de discipline, 5 pijnhoogleraren, al een anesthesioloog. Waarom? De prevalentiecijfers tonen duidelijk de nood hiervoor aan.
In Nederland lijden naar schatting 2 miljoen mensen chronische pijn. En ik deel ook graag nog wat relevante cijfers uit België, waar vorig jaar de nationale gezondheidsenquête werd uitgevoerd in opdracht van alle ministers die in België te maken hebben met volksgezondheid. Ja, Nederlandse vrienden, dat zijn er maar liefst 6. Het goede nieuws is dat die enquête ons leert dat de gemiddelde levensverwachting verder blijft stijgen, nu tot 81,5 jaar. Dit is een trend die we bijna overal in de westerse wereld zien sedert de laatste 100 jaar. Maar het minder goede nieuws is dat de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit daalde ten gevolge van het toenemen van het aantal personen met pijnklachten. Dus de vooruitgang van de wetenschap en de geneeskunde in de 20e en de 21e eeuw leven langer, daardoor leven langer, maar helaas is dat niet altijd bij iedereen met voldoende kwaliteit. Niet elk lichaam lijkt blijkbaar gemaakt om ook comfortabel langer te leven. Iedereen kent wel één of meerdere voorbeelden in de eigen familie of vriendenkring. De aanbeveling aan de 6 ministers was dan ook om chronische pijn te erkennen als een probleem van volksgezondheid en dat er bij alle zorgverstrekkers voldoende aandacht moet zijn voor de pijnklachten van patiënten. Een aanbeveling die ik alleen maar kan ondersteunen en zal helpen om mee in de praktijk om te zetten als we daartoe ook de nodige middelen en mogelijkheden voor krijgen. En het is niet alleen in België en Nederland een probleem, maar duidelijk een internationale trend. De Lancet publiceert om de 5 jaar een wereldwijde ziektehitparade, genaamd The Global Burden of Disease. Het gaat over een rangschikking over de beperking door een ziekte of aandoening en wordt opgemeten in 195 landen voor 350 ziektebeelden. En wat denkt u dat nummer 1 staat op die lijst? Juist, chronische pijn en in het bijzonder lage rugpijn is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van levensjaren met de beperking, de Global Burden of Disease. En om het plaatje helemaal volledig te maken, geef ik nog een impressie van de kostprijs mee. Een ander toonaangevend tijdschrift, de New England Journal of Medicine, publiceerde enkele jaren geleden een overheidsrapport dat de kostprijs van chronische pijn in de VS hoger is dan deze van kanker, hart- en vaatziekten en diabetes tezamen. De kostprijs van chronische pijn is hoger dan de kostprijs van hart- en vaatziekten, kanker en diabetes tezamen. De hoge maatschappelijke kost heeft hier uiteraard te maken met de beperkingen en soms langdurige invaliditeit in gevolg van chronische pijn. $600 miljard was het indrukwekkende cijfer voor de jaarlijkse kost, zowel medisch als maatschappelijk, van chronische pijn in de Verenigde Staten. In Nederland zijn er schattingen van rond de €20 miljard. Allemaal impressionante cijfers voor onze beleidsmakers. Maar waarom is chronische pijn toch zo'n majeur medisch en maatschappelijk probleem geworden? Het is zeker nog een medisch dilemma, want op heden bestaat er voor pijn helaas nog geen diagnostische gouden standaard. Pijn is niet zichtbaar, zelfs niet op de meest geavanceerde scanners. En er is helaas ook geen wonderbehandeling. Dus geen wonderpil, geen wonderpruik, nog een wonderoperatie en al zeker geen one-size-fits-all aanpak. Dit is een moeilijke boodschap die we dagelijks aan een deel van onze patiënten moeten brengen, ondanks de hoge lijdensdruk die ze dikwijls ervaren. Toch worden we allen, en dus ook onze patiënten, via al dan niet verdoken reclame in de populaire media, overspoeld met zogenaamde nieuwe wonderoplossingen voor pijn. Helaas quasi altijd fake news, zoals dat tegenwoordig genoemd wordt. Oftewel, het leven zoals het is. Maar niet alleen de patiënten, ook de artsen worden overspeld door informatie. Het aantal wetenschappelijke publicaties is niet meer bij te houden voor de individuele zorgverstrekker. Er was dus nood aan een samenvatting van de kennis, maar dan wetenschappelijk onderbouwd. In de jaren 90 werd dan ook de evidence-based medicine geïntroduceerd. Evidence-based medicine moet de individuele arts een leidraad geven voor de keuze van de beste behandeling voor de individuele patiënt. Door de eigen kennis en ervaring te koppelen aan de best beschikbare bewijzen in de wetenschappelijke literatuur. Dit is dus al bij al ook nog een jonge beweging, maar die wel op korte termijn een revolutie heeft veroorzaakt in onze huidige gezondheidszorg. Wat betreft pijngeneeskunde en evidence-based medicine is mijn voorganger, Maarten van Kleef, een belangrijke pionier.
De rector vermeldde het er juist al. En nog steeds een internationale key opinion leader. Het concept voor de richtlijn anesthesiologische pijnbehandelingen is hier ontstaan. En deze zijn ondertussen ook internationaal aanvaard. De waarde van een behandeling voor een specifieke diagnose wordt hierin gebalanceerd ten opzichte van de risico's voor de bijwerkingen en complicaties, als ook de graad van invasiviteit van de behandeling. Klinkt logisch. En als arts hebben we allemaal de eed van Hippocrates afgelegd, waarvan primum non nocere een essentieel onderdeel is. Het is dan ook belangrijk om voor iedere behandelingsoptie de mogelijke voor- en nadelen af te wegen. Straks zal ik nog wat dieper ingaan op een frappant voorbeeld waar dit principe niet werd gevolgd. De opioïdecrisis. Evidence-based medicine is ook een stimulans geweest voor het uitvoeren van hoogwaardig kwalitatief onderzoek. Hiervoor heeft onze onderzoeksgroep steeds 3 criteria gehanteerd en dat willen we in de toekomst ook zo houden. Eerst en vooral moet er een duidelijke medische noodzaak zijn voor onderzoek, de zogenaamde unmet clinical need. Vervolgens is er een voldoende wetenschappelijke interessante onderzoeksvraag nodig. Maar onderzoek moet bovenal ook maatschappelijk relevant zijn, wat zeker voor chronische pijn meestal het geval is. Zo komen we bij Less is More, de titel van mijn reden. Deze term, eerder een filosofie, is afkomstig van Ludwig Mies van der Rohe, een wereldberoemd Duits-Amerikaans architect uit de Bauhaus-periode. In zijn architectuur, met heldere, afgemeten vormen, staat het streven naar de essentie centraal. Hoe minder overdaad, hoe beter. Maar het uiteindelijke resultaat moet wel aan de hoogst mogelijke kwaliteit voldoen. Zijn bekendste gebouw in Chicago is ondertussen werelderfgoed geworden, mede door zijn eenvoud. Less is More is ook ons leidmotief in de pijngeneeskunde bij het zoeken naar een gulden middenweg tussen enerzijds het te veel behandelen met overconsumptie en therapeutische hardnekkigheid tot gevolg en anderzijds een fatalistische non-houding van te weinig behandelen en zelfs onderconsumptie. Keep it simple en doe alleen zinnige zorg, zoals Maarten het straks nog verder zal toelichten. De toepassing van evidence-based medicine in de pijngeneeskunde is ook een mooi voorbeeld van Less is More. Bij gebrek aan een diagnostische gouden standaard moet voor het grote aantal patiënten die zich aanbieden in een pijncentrum omzichtig omgegaan worden met de indicatiestelling. Dikwijls gaat de voorkeur naar een combinatie van een minimaal invasieve aanpak en een multidisciplinaire begeleiding. Het verwachtingspatroon moet correct voorgesteld worden aan de patiënt. Het doel is pijnverlichting, uiteraard, zo mogelijk. En indien dat dit niet realistisch is, moet dat ook expliciet aan de mensen gezegd worden. En dan moet een zo goed mogelijk functioneren ondersteund worden. Ook het niet behandelen is soms een optie. Een goed geïnformeerde patiënt kan meedenken en meebeslissen bij de keuze van de behandeling. Samen beslissen is een principe dat we dan ook zoveel mogelijk proberen toe te passen in de pijngeneeskunde. Hoe het zeker niet moet, leert ons de opioïdecrisis. De alarmerende berichten die ons vanuit de Verenigde Staten bereiken over het stijgend aantal doden door de inname van de zogenaamde sterke opioïden, oftewel zware pijnstillers afgeleid van morfine, is een typisch voorbeeld van hoe het echt niet moet. De toegenomen aandacht voor pijn heeft door een samenloop van omstandigheden helaas indirect ook tot een catastrofe geleid. Hoe is het in godsnaam toch zover kunnen komen? In 1986 publiceerde de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, de pijnladder voor de behandeling van patiënten met kankerpijn. Iedereen in de zaal zal dit ongetwijfeld nog weten. In deze benadering wordt de sterkte van de geneesmiddelen in 3 stappen opgedreven met de bedoeling de patiënt met kanker een betere pijncontrole en kwaliteit van leven te geven. Hierdoor konden wereldwijd zo nodig aan kankerpijn patiënten op een verantwoorde manier deze sterke pijnstillers voorgeschreven worden, zodat ze op een humane manier hun laatste dagen, weken of maanden konden doorkomen. In veel landen ter wereld was het medisch gebruik van morfine en derivaten in 1986 nog niet toegestaan op basis van de narcotica-wetgeving. Maar, het voorschrijven van deze sterke opioïden werd de laatste 20 jaar quasi geruisloos overgenomen voor de behandeling van de erg grote groep van patiënten met chronische niet-kankerpijn, bijvoorbeeld de lage rugpijnpatiënten of de zenuwpijnpatiënten.
Alhoewel er weinig studies gedaan werden bij deze populatie en de lange termijn effecten en veiligheid nooit goed gedocumenteerd werden. Geen evidence-based medicine dus. Maar de geneesmiddelindustrie voerde een sterke promotie voor het meer liberale gebruik van deze sterke opioïden, vooral in de Verenigde Staten, en daar werden deze middelen dan ook royaal voorgeschreven. Het resultaat is dan ook hallucinant en haalt regelmatig de media. Volgens officiële cijfers zijn hierdoor 500.000 doden gevallen in de laatste 20 jaar. Oftewel ongeveer 25.000 per jaar, alleen in de VS. Veel meer dan dat er jaarlijks een 9-11-ramp zou gebeuren die ons nog zo in het geheugen is gegrift. In de VS is er door deze opioïdecrisis, nu officieel een epidemie genoemd, zelfs een daling van de levensverwachting. En dit voor de eerste keer sedert de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse griepepidemie van 1918. Dit jaar heeft president Trump de strijd tegen de opioïdecrisis, ondertussen een epidemie, zelfs tot een van de hoofdpunten voor de rest van zijn ambtstermijn uitgeroepen en er ook nog eens $7 miljard extra voor uitgetrokken. Farmaceutische bedrijven hebben ondertussen al voor $50 miljard schadevergoeding uitbetaald aan slachtoffers en hun nabestaanden. Alleen al in de VS. En sommigen flirten hierdoor met het faillissement. Allemaal maatschappelijk bijzonder relevant, nietwaar? In Nederland en België spreekt men gelukkig nog niet van een opioïdecrisis. Waarom wel in de VS en niet hier? Is de vraag die we regelmatig krijgen van Amerikaanse organisaties en universiteiten. Terwijl we wellicht toch evenveel chronische pijnpatiënten zien in de westerse wereld. Er is geen eenvoudige verklaring voor, maar wellicht zijn de erg commerciële organisatie van de gezondheidszorg, de socio-economische problemen van de middenklasse, de misbruiken tot het illegaal omkopen van artsen, key opinion leaders en zelfs patiëntengroeperingen, allemaal factoren die een rol hebben gespeeld in de VS en bij ons gelukkig veel minder aan de orde zijn. Maar het is vooral ook een illustratie waar de niet-toepassing van evidence-based medicine in de pijngeneeskunde kan toe leiden. En zoals zo net al aangehaald, is dat nu net een van de stokpaardjes van onze afdeling. Gelukkig blijft de overheid in Nederland niet bij de pakken zitten, mede om te voorkomen dat het de verkeerde richting zou uitgaan. Minister Bruins, in Nederland is er maar één minister van Volksgezondheid, heeft hiervoor dit jaar in een brief aan het parlement een aantal actiepunten opgelijst. Ik neem de belangrijkste aanbevelingen even met u door. Meer maatschappelijke en medische aandacht voor pijnbestrijding. Meer media-aandacht voor de gevaren van pijnbestrijding met opioïden. Verbeterpunten voor de voorschrijvers. Onder andere te gemakkelijk gebruik maken van herhaalrecepten moet vermeden worden. En ook het melden van niet-medisch of oneigenlijk gebruik van opioïden. Het klinkt ons allemaal als muziek in de oren en de nationale werkgroep gaat er verder mee aan de slag. Maar het doel is duidelijk. Less is more. En dat wil zeker niet zeggen dat alles terug verboden moet worden, maar wel om sterke opioïden voornamelijk terug voor te bouwen voor de kankerpijnpatiënten. En voor de andere patiënten enkel als hoogst noodzakelijk en dan zo kort en zo weinig mogelijk en al zeker geen langdurig gebruik meer. Less is more. In dezelfde context doet ook de recent toegenomen aandacht voor medicinale cannabis en de behandeling van pijn een alarmbel rinkelen. Ook voor medicinale cannabis is er weinig of geen evidentie voor effectiviteit. Is er weinig of niets geweten over de veiligheid bij een langdurig gebruik van soms 10, 20 jaar of meer bij chronische pijnpatiënten. En er zijn er uiteraard de mogelijke verslavingsrisico's. Maar toch worden deze producten bij de bevolking actueel te veel gehyped als een nieuwe wonderoplossing voor chronische pijn. Dit is niet door evidentie onderbouwd en de evolutie naar een mogelijke cannabiscrisis binnen 5 of 10 jaar is dan ook niet uit te sluiten. Van onze kant zullen we aan beide zijden van de grens blijven ijveren voor zowel een correct en verantwoord medisch beleid als ook voor een correcte beeldvorming naar de publieke opinie. Zo we dat niet doen, kan het in de praktijk dweilen met de kraan open worden, zoals onze Amerikaanse collega's hebben mogen ondervinden in de laatste 2 decennia. Less is more. En zeker ook maatschappelijk relevant.
Dit slechte voorbeeld, als ook de hoge prevalentie en de complexiteit van het pijnprobleem, illustreert nogmaals de nood aan een verdere professionalisering. Maar actueel kan iedereen zich nog altijd pijnarts of pijnspecialist noemen bij gebrek aan een wettelijke regeling. Om kwaliteitsreden is een regulering en erkenning als pijnarts gewenst, met ook een duidelijke omschrijving van de competenties en verantwoordelijkheden. Gezien het maatschappelijk probleem van chronische pijn, geen overbodige luxe. Zowel in Nederland als in België worden actueel belangrijke initiatieven uitgezet om dit doel te bereiken. We werken er hard aan mee en het is ook leuk om te zien dat er in heel wat dossiers een interessante kruisbestuiving is tussen onze twee landen. Het warm water moet toch niet altijd opnieuw uitgevonden worden. En wat goed is bij de buren, kan beter overgenomen worden en vice versa. Dit brengt me naadloos bij de synergie tussen Nederland en Vlaanderen voor onze anesthesiologische pijnverenigingen. De laatste 15 jaar is er over de landsgrens heen een prachtige samenwerking ontstaan voor het organiseren van congressen, het opstellen van richtlijnen en de communicatie van wetenschappelijke informatie. Ik denk dat we stilaan aan het bewijzen zijn dat de scheiding der Nederlanden van de 16e eeuw een historische vergissing was. De stelling 10 van mijn promotie in 2005 aan deze universiteit wil ik graag nog eens herhalen. Heer, laat het prinsenvolk der oude Nederlanden niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande. De godsdienstoorlogen zijn gelukkig al lang voorbij en samen staan we ondertussen veel sterker. En we beginnen navolging te krijgen, want in het voetbal probeert men ons voorbeeld te volgen met de oprichting van de Beneliga, een gemeenschappelijke Nederlandse-Belgische voetbalcompetitie. Gewoon doen, kunnen we hen uit onze ervaring aanbevelen. Iedereen die me wat beter kent, verwacht nu een dia van KRC Genk. Die vorig jaar nog kampioen werden van België en ook hofleverancier is van onze nationale ploeg, de Rode Duivels. Maar vandaag is het zonder dia's. Hier besluit ik dus niet met Less is More, want iedereen in deze zaal zal er wel mee akkoord gaan dat we volgende zomer op het EK naar een droomfinale Nederland-België gaan. Die dan uiteraard zal gewonnen worden door... Mijn excuses aan alle Duitsers in de zaal hier. Na dromen over voetbal, terug naar de realiteit met een overzicht van het plan van aanpak in het kader van mijn leerstoel pijngeneeskunde. Dit omvat zowel gezondheidszorg, onderwijs, opleiding en onderzoek. Het MUMC is in volle transformatie, waarbij de zorg in patiëntencentra wordt ondergebracht en ook de onderzoekskoelen van de faculteit worden hierin geïntegreerd. 2020 wordt een overgangsjaar waarin de subafdeling pijngeneeskunde in het nieuwe organogram zal overgaan van de anesthesiologie in het acuutcentrum naar het hersenzenuwcentrum. Het belangrijkste speerpunt is behandeling door neurostimulatietechnieken die we vanaf 1 januari samen met de collega's van neurochirurgie zullen organiseren in een multidisciplinair team. Maar ook in het nieuwe bewegingscentrum en het oncologisch centrum hebben we belangrijke activiteiten met als speerpunten de echogeleide interventies en de aanpak van oncologische pijn. In de pijngeneeskunde is multidisciplinaire samenwerking een kernwoord die we in een drielagen structuur zien. De eerste laag is onze subafdeling pijngeneeskunde, waar we voor de dagelijkse werking met anesthesiologen, neuroloog, hoogleraar palliatieve zorg, huisarts, PA, pijnverpleegkundige, kwaliteitsmedewerker, onderzoekers en secretariaat integraal samenwerken. Op wekelijkse basis is er het multidisciplinair overleg met de collega's van revalidatie, orthopedie, neurochirurgie, psychiatrie en psychologie. Apart ook nog ad hoc voor bijzondere patiëntengroepen. De derde schil wordt het Universitair Pijncentrum Maastricht, waarbij we alle afdelingen en faculteiten die met pijn te maken hebben binnen de UM-koepel willen betrekken om de samenwerking te faciliteren, in het bijzonder ook voor het onderzoek. Het efficiënt en performant aansturen van al deze structuren en veranderingsprocessen zal een flinke uitdaging op zich worden voor mijn gecombineerde job. Na de gezondheidszorg het onderwijs. Beter en meer onderwijs was ook een aanbeveling van minister Bruins in zijn Kamerbrief eerder dit jaar. Met onze eerder kleine pijnafdeling in het MUMC worden er toch heel wat onderwijstaken opgenomen.
Maar om eerlijk te zijn heb ik als kersverse hoogleraar de indruk dat het misschien wat ondergeschikt wordt beschouwd ten opzichte van de onderzoeksactiviteiten met gemeten output van publicaties en binnengehaalde onderzoekgrants. Ik durf toch een lans te breken voor een gewaardeerde academische aandacht voor onderwijs. En ik was dan ook verheugd om van onze rector Magnificus recent dezelfde boodschap te vernemen. Opleiding moet leiden tot certificering en erkenning van pijnartsen. De reeds eerder genoemde richtlijnen omvatten welomschreven lijst van competenties. De bekwaamheid van het uitvoeren van interventionele pijnbehandelingen wordt internationaal geëvalueerd in het examen van Fellow in Interventional Pain Practice van het World Institute of Pain. Wij hebben in de Benelux relatief gezien het hoogste aantal FIP's, wat een mede een illustratie is van de kwaliteit van opleiding in onze regio. Met Maarten van Kleef vroeger en nu Monique Stegers en Chris Vissers zitten we daarmee ook in de cockpit. De volgende fase is om samen te werken met de Europese Pijnfederatie EFIC, onder het voorzitterschap van professor Bart Mollion van Leuven, hier ook aanwezig, om ook het Europese basispijnexamen te laten uitgroeien tot een complementaire standaard met het FIPP-examen. Tot slot het multidisciplinaire pijnonderzoek. Dit is grotendeels ingebed in de onderzoekscool Mental Health and Neuroscience. In samenwerking met het Labo Experimenteel Anesthesiologie en Pijnbestrijding van professor Bert Joosten zal verder gezocht worden naar de oorzaken, mechanismen en behandeling van chronische pijn. Het onderzoek gaat terug naar de basisprincipes dat er een medische noodzaak moet zijn, wetenschappelijk voldoende interessant en vooral maatschappelijk relevant moet zijn. Ik geef graag enkele voorbeelden die ook allemaal passen binnen de speerpunten zoals in de kliniek gespecifieerd. Het eerste is de radiofrequentiebehandeling van chronische kniepijn door onderzoeker Thibaut van Neste, staflid in het ZOL. Naar schatting heeft ongeveer 22% van de bevolking klachten van kniepijn. En indien invaliderend, kan die voor een vervanging van het kniegewricht door een knieprothese gebeuren. In Nederland werden vorig jaar, in 2018 dus, meer dan 32.000 knieprotheses geplaatst, voornamelijk omwille van pijnklachten. Helaas blijft een deel van de patiënten ook nadien nog invaliderende kniepijnklachten ervaren. Er is dus behoefte aan een doeltreffende en minimaal invasieve behandeling voor kniepijn en dat zullen we verder multicentrisch onderzoeken in Maastricht, Lanaken en Arnhem met de co-promotoren Micha Sommer en Jan-Willem Kallewaard en in samenwerking met de diensten orthopedie van de drie ziekenhuizen als ook met Kempta Sander van Kuik voor de kosteneffectiviteit. Een tweede voorbeeld betreft lage rugpijn. Zoals eerder al aangehaald, een breed maatschappelijk probleem. En daarom ook interessant voor kwaliteitsonderzoek. Hier in Maastricht loopt al enkele jaren een pilootproject over anderhalve lijnzorg voor rugpijnpatiënten. Het doel is te vermijden dat te veel patiënten onnodig naar het ziekenhuis gaan. Dit zal verder onderzocht worden door Diane Branje, huisarts in opleiding, met professor Jean Muris van de huisartsgeneeskunde en co-promoter Nelke de Meij, kwaliteitsverantwoordelijk van onze afdeling. In samenwerking met Paul Willems van de orthopedie en Brigitte Brouwer, neuroloog op onze afdeling. Een derde en laatste voorbeeld is het onderzoek naar chronificatie van pijn na de behandeling voor borstkanker door onderzoeker Anne Lucas, staflid in onze afdeling. Het is een combinatie van de farmacologische behandeling en psychosociale interventies om het aantal patiënten dat chronische pijn leidt na een borstamputatie en of andere behandelingen zoals chemo- en radiotherapie voor borstkanker. De onderzoeksgroep wordt geleid door ons afdelingshoofd, professor Wolfgang Boeren, en het hoofd van de psychologie, professor Madelon Peters. Deze week kwam de bevestiging van de toekenning van een belangrijke onderzoeksgrant van het Koningin Wilhelmina Fonds voor dit project. Dank en felicitaties hiervoor. Excuses voor alle andere onderzoeksprojecten die ik hier niet kan vermelden, maar ik moet stilaan plaatsmaken voor mijn voorganger, die nog uitgebreid zal doorgaan over onderzoek. Dan kom ik tot het dankwoord, dat ik niet in detail ga doen. Want dan heb ik nog een half uur extra nodig om iedereen individueel te bedanken die iets voor me betekent. Maar Maarten zal straks in zijn reden het dankwoord mede namens ons twee doen. Ook dat is een voordeel van een dubbele oratie. Maar op een dag als vandaag denken we toch ook altijd even aan onze dierbaren die er niet meer bij zijn. In het bijzonder mijn ouders, schoonouders en broer Geert.
Verder wil ik toch nog graag het volgende vermelden als dankbaarheid naar iedereen. Alle hierboven vermelde doelstellingen behalen kan ik zeker niet alleen. En als hoofd probeer ik vooral een coach en begeleider van talent te zijn. Het feit dat ik hier voor u sta, is te danken aan de steun en het vertrouwen van alle collega's, medewerkers, familie, vrienden en veel anderen. Een mens kan slechts floreren wanneer er respect is voor de anderen en iedereen naar waarde wordt ingeschat. In de praktijk realiseren we ons maar al te goed dat geneeskunde in het algemeen en pijngeneeskunde in het bijzonder een dagelijkse les in nederigheid en bescheidenheid blijft. En daarom wil ik ook de patiënten die ons hun vertrouwen schenken, zowel in de kliniek als voor het onderzoek, vandaag uitdrukkelijk bedanken. Dan geef ik nu het woord door aan Maarten van Kleef voor zijn afscheidsrede. Dat we hier vandaag tezamen onze oratie houden, is ook symbolisch als teken van samenwerking en continuïteit. Ik heb gezegd. Ik wilde net gaan zeggen, gaat u zitten, maar gelukkig had ons team dat al in de gaten. Waar ben je? Oh, kom zitten. Ik luister, hè? Ja, heel goed. Beste Jan, heel veel dank voor deze mooie reden. Less is more. Dat geldt gelukkig niet voor jouw humor. We hebben wel nou maar één borrel trouwens. Hè? Dat is het nadeel natuurlijk van... slim. Een hele goede borrel. Maar daar gaan we nog niet aan toe zijn. Want van less is more gaan we naar wat verder ter tafel komt. Nu is het aan jou om naar boven te mogen gaan. Dit is een aparte ervaring. Ik heb al een paar honderd lezingen gehouden, denk ik. Maar nog nooit in deze situatie. Leden van het college van bestuur van de Universiteit Maastricht. Leden van de raad van bestuur van het MUMC. Zeer geachte collega, vrienden en familie. Dank voor uw aanwezigheid in zo'n grote getale. Ik vind het een bijzondere ambiance. En leuk dat u hier bent. Jan van Zundert, mijn opvolger, heeft zojuist zijn inaugurale reden gehouden. En uiteengezet wat hij de komende jaren gaat doen. Ik zal nu mijn afscheidsrede houden en toelichten wat ik de afgelopen jaren gedaan heb. Ik vind ook dat u daar recht op heeft. Want het hoogleraarschap is een openbare functie en wordt betaald uit de algemene middelen. Dus wat heb je gedaan de afgelopen tijd? Dat vind ik een redelijke vraag. Er zit alleen het gevaar in van egotripperij. Maar dat is totaal niet mijn bedoeling. Want het is juist duidelijk dat we alles wat we doen in de academische ziekenhuizen op de universiteit, dat we dat met z'n allen doen. Dat dat teamwork is en dat zal ik u dadelijk ook uitleggen. Dat ik helemaal niks alleen kan. Mijn kinderen weten dat overigens, die op de eerste rij zitten, dat ik niks alleen kan. Wat krijgt u de eerstkomende 35 minuten van mij te horen? Allereerst geef ik een kort historisch overzicht over ons ziekenhuis. En dat bedoel ik. De transitie van het ziekenhuis Annadal naar het MUMC. Ik zal ook iets vertellen over kwaliteit van zorg, wat uitermate belangrijk is. En ik zal iets vertellen over het begrip zinnige zorg, wat ik als ondertitel heb van wat verder ter tafel komt. Zinnige zorg, daar zal ik het veel over hebben. En als laatste natuurlijk het door Jan beloofde dankwoord, dat zal ik op me nemen. Dames en heren, ik ben een geluksvogel geweest. In april 1985 ben ik met mijn gezin, Marianne, en toen nog twee dochters van 2 en 3 jaar, Eva en Anna op de eerste rij, verhuisd van Breukelen, vlakbij het AMC, waar ik toen werkte, naar Zuid-Limburg. Aanvankelijk voor een periode van 2, 3 jaar en daarna zouden we teruggaan. Samen met mijn vriend en collega Lex Pfaff zagen we de voordelen van Zuid-Limburg boven de Randstad. Toen al, kan u nagaan. Wat een ontzettende visie. Het is een cliché. De mooie omgeving, het bourgondische leven waren aantrekkelijk. Maar ook de toenmalige kleinschaligheid van het ziekenhuis Sint-Annadal. Waar 1 jaar later onze jongste dochter Lotte geboren is. Inmiddels huisarts, dus zo lang is geleden. Marianne en ik besloten te blijven. Achteraf was dat de juiste beslissing. En heb ik de afgelopen 35 jaar de enorme ontwikkeling meegemaakt van perifeer naar academisch ziekenhuis. En leuker nog, ik ben er zelf onderdeel van geweest. Hier ziet u het oude Annadal op een aanzichtkaart, maar zo was het in 1985 overigens ook. Er werkten toen 1500 medewerkers, werkers,
Ja, nee, maar er komt nog meer, er komt nog meer. 1500 medewerkers. De 1500ste was Astrid Polstra. Ik kan me dat nog herinneren, die was OK-assistent. En die kreeg een bos bloemen. En daar stond ik bij, van de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur. Maar in die tijd was het Sint-Annedal, toen we er kwamen, bezig om academisch te worden. Een aantal afdelingen waren geacademiseerd. En dat wil zeggen dat het hoofd van de afdeling een hoogleraar was. In het prachtige boek Van Godshuis naar Academisch Ziekenhuis, onder redactie van de hoogleraar interne geneeskunde en oud-decaan van deze universiteit, professor Dr. Harry Hille, staat de academisering van het Sint-Annedal duidelijk beschreven in hoofdstuk 7 en 8. Voor de verschillende fasen in de ontwikkeling van een academisch ziekenhuis heb je verschillende karakters nodig. In de beginfase, de pionierfase van ons academisch ziekenhuis, zijn professor Dr. Kogreep, professor Hein Wellens van belang geweest, maar ook vele anderen. Het Annedal ontwikkelde zich tot academisch ziekenhuis en medisch specialismen die ontbraken, zoals hartchirurgie, die werden toegevoegd. Professor Olof Penn moet ik daarbij noemen, 1986, die de hartchirurgie opstartte, tezamen met de anesthesiologen Chris Lawrence, Ruud Timmer, Paul Roekaerts en Riet Smets. Neurochirurgie, die werd later toegevoegd na lange onderhandelingen in ongeveer 1990. En de professor daar was, de eerste was Miel Buls. De afdeling anesthesie die academiseerde ook. Professor De Lange, hier aanwezig, werd benoemd als eerste hoogleraar anesthesie in Maastricht. En 2 jaar later, de man in het midden, Menno Sluiter, werd benoemd als eerste hoogleraar anesthesie in het bijzonder de pijnbestrijding, heette de titel toen. En onder hun leiding is ook het eerste wetenschappelijk werk van de grond gekomen. Nou, in maart 1991 was de verhuizing naar het huidige academisch ziekenhuis. Het ziekenhuis groeide snel, de afdeling anesthesie groeide ook snel. In september 2002 ben ik benoemd tot hoogleraar anesthesie en werd ik hoofd van de afdeling en opleider. En als voorzitter van het medische stafconvent van 2005 tot 2010 heb ik er ongeveer in gezeten. Ben ik altijd betrokken geweest bij de reorganisatie en de uitbouwzaken in het academisch ziekenhuis. Nou, nu in 2019, als ik het goed heb, zijn er 5000 FTE-medewerkers. Veel meer medewerkers dan die 5000, denk ik. Ongeveer 3 keer zoveel als 35 jaar geleden. Maar er worden ook 10 keer zoveel polyklinische consulten gedaan. Ongeveer 450.000. Het aantal bedden is gereduceerd. U ziet hier een groot ziekenhuis. Maar het aantal bedden is gereduceerd en 50 minder dan in het oude Annedal. En u weet dat tegenwoordig heel veel een dagbehandeling gedaan wordt of polyklinisch gedaan wordt. Dames en heren, groot respect heb ik voor de bestuurders die de groei en ontwikkeling van het AZM en het MUSC begeleid hebben door de jaren heen. De heer Jan Carpe, die is voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van 1990 tot 2007. En samen met de heer Brans Brabants hebben ze het academisch ziekenhuis vormgegeven en organisatorisch ingedeeld in bestuurlijke zorgeenheden. De 17 jaar dat Carpe voorzitter was, heeft het AZM, zoals dat toen nog heette, een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Helaas is de heer Carpe kort na zijn vertrek in 2007 overleden. De heer Kiep Peters volgde hem op. Warme herinneringen heb ik aan de beleidsvergaderingen, waarbij alle afdelingen en afdelingshoofden, maar ook de universiteit betrokken was. De vergaderingen in Vaalsbroek, Marja, met de verschillende themagroepen, 1 en 2, die kan ik me nog herinneren. En heeft geleid tot resultaatverantwoordelijke eenheden, dus een nieuwe organisatiestructuur van het ziekenhuis. En de huidige voorzitter, professor Dr. Marja van Die, is wederom begonnen aan verandering en aanpassing van de organisatiestructuur. Het huidige MUMC wordt ingedeeld in centra en aangepast aan de huidige tijd. En die veranderingsprocessen die zijn nodig om de zaken scherp en up-to-date te houden, maar kosten heel veel energie en de voorspelling is dat we heel 2020 bezig zijn met het veranderingsproces. Nogmaals, ik heb diep respect voor iedereen die bereid is om een complex en groot academisch ziekenhuis te besturen. Kwaliteit van zorg en het meten van kwaliteit van zorg en het beschikbare budget zullen belangrijke onderwerpen blijven voor de toekomst.
Met name het leveren van zinnige zorg is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de medische staf en de raad van bestuur en eist continue aandacht. Zinnige zorg is een term die in 2017 geïntroduceerd is door het Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS. In mijn optiek is de term briljant en dekt het gehele lading. Adequate diagnostiek, bewezen effectieve behandelingen, optimale communicatie tussen zorgverlener en patiënt met een gemeenschappelijke besluitvorming over diagnostiek en behandelplan. Dit alles tegen redelijke kosten, dat is zinnige zorg. Dus geen onzinnige zorg, geen onzinnige diagnostiek, overbehandeling, kostbare en weinig effectieve behandeling of disproportionale ingrepen, met name bij ouderen. De term zinnige zorg is ook in ieder dialect uit te spreken en begrijpelijk voor elke ziekenhuismedewerker en belangrijker nog voor de patiënt. De door Porter geïntroduceerde termen zoals value-based healthcare en andere voor de patiënt onbegrijpelijke termen zoals lean, patient-related outcome measures, maar ook patient journey, dienen verbannen te worden. Mijn pleidooi is begrijpelijke taal voor iedereen. Shared decision making betekent gewoon samen beslissen met de patiënt over de diagnostiek en behandeling en is van grote toegevoegde waarde. Patiëntenverenigingen spelen een grote rol in de vertaling van patiëntenwensen naar de zorg toe. Bij de subafdeling chronische pijn heeft dokter Nelleke de Meij samen met de patiëntenorganisaties Patiënten op weg naar één stem, de Nederlandse Vereniging van Anesthesie, Marloes van Grotel en professor Trudy van der Weijden kwaliteitsindicatoren ontwikkeld vanuit patiëntenperspectief om de kwaliteit van pijnzorg in de Nederlandse pijnklinieken te meten. Deze indicatoren zijn inmiddels gevalideerd in alle Nederlandse ziekenhuizen en via de kwaliteitsregistratie pijngeneeskunde geïmplementeerd in Nederland. Veel dank hiervoor aan mevrouw Ilona Thomassen van de Gezamenlijke Patiëntenvereniging, waar we intensief mee samengewerkt hebben. En Ilona, veel dank voor de samenwerking door de jaren heen. Een belangrijk nationaal en internationaal project, Jan noemde het al, moet vermeld worden. En dat is de ontwikkeling van de evidence-based richtlijnen interventionele pijnbehandeling op basis van klinische diagnose. We hebben dat de laatste jaren geüpdate. Dat is een verschrikkelijk werk. Jan-Willem Kallewaard en Marloes van Grotel en Nicole van Hekken, die daar rechts zitten, die hebben daaraan meegedaan en het is van belang omdat kwaliteit en eenvormigheid in de diagnostiek en behandeling samen met de mate van bewijs voor de effectiviteit van die behandeling zijn van groot belang, niet alleen voor de behandelaar, maar ook voor de patiënt en ook voor de verzekeraar. Dit boek wordt inmiddels wereldwijd gebruikt voor de opleiding van pijnspecialisten. De Engelse versie hebben we gemaakt in samenwerking met de Cleveland Clinics in Amerika. En graag wil ik Chris Vissers, Frank Huigen, Wouter Suurmond, Jan van Zundert, Jan-Willem Kallewaard, Koen van Boksem danken voor hun samenwerking op dit project door de jaren heen. Op basis van deze internationale richtlijnen chronische pijn hebben we internationale workshops georganiseerd samen met het ziekenhuis Oost-Limburg, de World Institute of Pain, de afdeling anatomie van de universiteit. En graag wil ik dokter Arne Lataster en zijn groep danken voor de jarenlange inzet voor deze postgraduate cursussen. Onderzoek, eigenlijk het belangrijkste onderdeel. Begin 2000 zijn we gestructureerd begonnen met wetenschappelijk onderzoek op de subafdeling pijngeneeskunde. Samen met professor dr. Bert Joosten ontwikkelden we een onderzoeksfilosofie. We besloten onderzoek te doen naar interventionele pijnbehandelingen met liefst maatschappelijk relevante onderwerpen. Geen door de industrie verzonnen onderzoek, maar door de onderzoeker verzonnen onderzoek. Het voordeel van onderzoek is dat het protocol door de onderzoeksgroep gemaakt wordt en dat de dataverzameling en de dataverwerking gebeurt door die groep. Er is bij dit type onderzoek geen enkele sturing van een belanghebbende partij mogelijk. Bovendien stelden we op ieder onderzoek een promovendus aan. Het voordeel hiervan is dat iemand een aanmerkelijk belang heeft dat het onderzoek loopt en dat het onderzoek voor elkaar komt. Ik zal u twee voorbeelden geven van onderzoek dat wij binnen de bovengenoemde filosofie gedaan hebben en wat geleid heeft tot zinnige zorg.
Het eerste voorbeeld wat ik u wil geven is het onderzoekstraject naar zinnige zorg. Onderzoek bij patiënten met lage rugklachten. Opvallend is dat lage rugklachten, vaak betiteld als iets triviaals, hoog in de top 10 staat van burden of disease. Jan zei net al nummer 1. Ik dacht dat het nummer 3 was, maar daar maken we de volgende keer ruzie over. In Maastricht hebben we aan de diagnostiek en behandeling van wervelkolomgerelateerde pijnklachten veel aandacht besteed. In 2002, tijdens mijn inaugurale reden, heb ik u deze dia laten zien. Van een man die 80 kilo zand uit de achterbak van zijn Peugeot 505 tilde en gelijk een acute hernia had en op de rug van zijn echtgenote naar boven getild is. Dat was namelijk ik. En toen beloofde ik dat we onderzoek zouden gaan doen naar deze pijnklachten. Sindsdien zijn 10 promovendi gepromoveerd op wervelkolom gerelateerde pijn. Belangrijk is dat we het natuurlijk beloop van lage rugklachten eerst in kaart gebracht hebben. Aanvankelijk werd gedacht dat lage rugklachten een goede prognose hadden en na enkele maanden altijd verdwenen was. Maar dat is niet waar. Deze illustratie uit de proefschriften van José Geurts, mijn laatste promovenda, een week geleden gepromoveerd, en Koen Itz, mijn oudste promovendus in jaren, blijkt dat de kans ongeveer 60-70% is dat iemand lage rugklachten houdt na een periode van lage rugklachten. Lage rugklachten is een containerbegrip. Een deel van het mechanisme van lage rugklachten is bekend, maar we hebben nog niet op alle vragen antwoord. Een belangrijke oorzaak van die lage rugklachten is pijn uitgaande van de tussenwervelschijf, de discus vertebralis. En u ziet hier op een tekeningetje een schitterende illustratie van Rogier Trompert, die die tekeningen voor ons maakt. In 2002, tijdens mijn inaugurale reden, heb ik gezegd dat deze vorm van lage rugpijn, discogene lage rugpijn, lastig probleem is en dat het wellicht de moeilijkste behandeling is om die pijnklachten te reduceren. Aan de rechterkant ziet u het beloop van lage rugklachten. We denken dat door middel van vocht bovenaan is een normale discus, onderaan is een degeneratieve. En als die discus in de loop van de jaren slijt, dan gaan die pijnzenuwtjes meer in die discus ingroeien, worden gevoeliger, gesensitiseerd en dan heb je chronische lage rugpijn. Dat is een van de mechanismes. Sinds lange tijd hebben we onderzoek gedaan om te kijken of die pijn van de tussenwervelschijf verminderd kan worden met minimale invasieve interventies. Samen met dokter Paul Willems, orthopeed, professor dokter Henk van Zandbrink, neurochirurg en dokter José Geurts hebben we een subsidieaanvraag gedaan bij ZonMW, de Nederlandse financieringsorganisatie van gezondheidsonderzoek, om te kijken of we onderzoek konden doen naar het verminderen van pijn van die lage rugpijn. Een van de therapieën die gesuggereerd werd in de literatuur was het inspuiten met methyleenblauw van die tussenwervelschijf. Dat was een publicatie van een Chinese onderzoeksgroep in een Amerikaans tijdschrift Pain. Het leek ideaal. In dat onderzoek was bijna iedereen die meedeed en die discogene lage rugpijn had, volledig van zijn klachten verlost na het inspuiten van methyleenblauw. Eigenlijk te mooi om waar te zijn, te meer omdat het een hele goedkope techniek was. Hij kostte ongeveer slechts €500, ook hier in Nederland. Maar die resultaten waren zo goed dat het tijdschrift ook schreef, dit onderzoek moet herhaald worden door een onafhankelijke andere onderzoeksgroep. Nou, wij hebben die handschoen opgepakt, samen met het Katrina ziekenhuis in Eindhoven en met het Rijnstaten ziekenhuis in Arnhem. Een ervaren anesthesioloog, dokter Jan-Willem Kallewaard, die hebben wij op deze studie gezet. En die is onder andere op deze studie gepromoveerd. Helaas konden we de resultaten van de Chinese onderzoeksgroep niet reproduceren. De effecten van methyleenblauw waren niet beter dan van placebo, en dat was lidocaïne. Maar ook een dergelijke negatieve studie is van belang. Het Zorginstituut Nederland bepaalt welke zorg betaald wordt en welke niet. Terecht, want de zorg in Nederland is voor iedereen toegankelijk en wordt grotendeels betaald uit de collectieve middelen. Een perfect en sociaal systeem. De beslissingen van het Zorginstituut zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en het advies om methyleenblauw te injecteren bij patiënten met discogene lage rugklachten is na onze studie aangepast en wordt niet meer geadviseerd. In Nederland en België worden orthopeden en neurochirurgen steeds voorzichtiger om operaties voor die discogene lage rugklachten uit te voeren,
het zogenaamde vastzetten van de rug, de lumbale spondylolisthese. Maar samen met orthopeden en neurochirurgen zullen we blijven zoeken naar minimale invasieve behandelingen die de patiënt kan helpen bij deze discogene lage rugpijn. En de eerste gesprekken zijn alweer gaande voor een volgende stap. Het is bekend dat ook lage rugklachten uitvergroot kunnen worden door persoonlijke problematiek zoals depressie, angsten en negatieve gedachten zoals catastroferen. Slechte sociale omstandigheden zoals scheiding, eenzaamheid, armoede en andere zaken hebben ook de neiging om de beleving van pijnklachten uit te vergroten. Dit is prachtig en eenvoudig beschreven door een Amerikaanse neurochirurg, geen psychiater, maar een neurochirurg, John Loser. U ziet hem hier, de man in het midden is John Loser, dat zal u niet ontgaan zijn, denk ik. Hij formuleerde in 1980 een pijnmodel, de ringen van Loser, waarmee hij de begrippen pijn, pijngewaarwording, pijnbeleving, pijngedrag op een simpele manier duidelijk maakte. En dit pijnmodel maakt duidelijk dat pijn een multidimensionaal fenomeen is. De pijnbeleving van een patiënt dient dan ook in die context bezien te worden. Dit geldt overigens niet alleen voor pijn, maar voor alle klachten die een patiënt heeft. Binnen het pijncentrum in Maastricht bekijken we de pijn in dat multidimensionale kader. Naast anesthesiologen, neurologen, neurochirurgen, orthopeden zijn revalidatieartsen, psychologen, psychiaters van belang om patiënten in een multidimensionaal kader te diagnosticeren en te behandelen. Ik wil dokter Ruud Severijns, psycholoog, dokter Karsten Leuwe, psychiater, maar ook professor dokter Rob Smeets, professor Janine Verbund en professor Vlaaien, die hier aanwezig is, hartelijk danken voor de samenwerking in de afgelopen jaren, maar ook al hun collega's die een bijdrage geleverd hebben aan het multidisciplinaire team. Het tweede voorbeeld wat ik wil geven van een onderzoek naar zinnige zorg is de behandeling van pijnlijke diabetische polyneuropathie. Begin 2010 werd ik benaderd door de hoogleraar interne geneeskunde, professor Dr. Nicolaas Schaper. Hij vertelde dat hij een aantal patiënten met zeer pijnlijke diabetische neuropathie niet goed kon behandelen met medicijnen. Hij had in een kleine studie van 6 patiënten gezien dat die patiënten behandeld werden met ruggenmergstimulatie met redelijk resultaat. De vraag van hem was of die ruggenmergstimulatie een oplossing zou kunnen zijn voor deze patiënten. Gelukkig niet iedere patiënt met suikerziekte krijgt pijn van de door suikerziekte beschadigde zenuwen. We schatten dat dat rond de 10% is van alle patiënten. Een groot aantal is te behandelen met medicamenten, maar een deel niet. Veel van deze patiënten heb ik later op de polykliniek gezien. En ik ben onder de indruk van de heftige pijnklachten die een aantal van hen ontwikkelt. Een bijna constante heftige pijn aan de voeten die met name 's nachts optreedt. Ruggenmergstimulatie zou wellicht een oplossing kunnen zijn voor een deel van hen. Bij ruggenmergstimulatie wordt een elektrode ingebracht vlakbij het ruggenmerg en een elektrische stroom blokkeert de pijnprikkels vanuit de voeten of vanuit de handen. Professor Dr. Bert Joosten heeft in het laboratorium de werkzaamheid en het mechanisme van ruggenmergstimulatie aangetoond bij proefdieren. Basaal wetenschappelijk onderzoek met proefdieren naar het werkingsmechanisme van ruggenmergstimulatie is van groot belang en moet 1-op-1 aansluiten aan het klinisch onderzoek. En daar streven we in Maastricht ook altijd naar. We proberen die onderzoeken translationeel uit te voeren. Als we een nieuwe techniek of een nieuwe indicatie hebben, zoals hier die pijn ten gevolge van diabetische polyneuropathieën, doen we eerst een literatuurstudie, we kijken wat bekend is en dan doen we een verkennende studie, meestal in 15 patiënten, gevolgd door een grote vergelijkende studie. In dat proces van klinisch onderzoek kiezen we altijd een partner waarbij we het onderzoek doen. In dit geval hebben we het onderzoek samen verricht met het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, met dokter Robert van Dongen, die ik daar ergens zag, met professor dokter Monique Stegers. Binnen een jaar hadden we de kleine pilot gedaan en die bleek effectief te zijn. 13 patiënten hadden duidelijke pijnklachtenreductie. En uiteindelijk hebben we ook binnen korte tijd de gerandomiseerde studie uitgevoerd die we gepubliceerd hebben in Diabetes Care, een
een van de vooraanstaande Amerikaanse tijdschriften. En belangrijk bij zo'n dure behandeling, want de behandeling kost ongeveer 25.000-30.000 euro, is dat je ook de lange termijn resultaten in kaart brengt, want ook op lange termijn moet het effect hebben. En ook die lange termijn publicaties, die hebben we in Diabetes Care, hebben die gepubliceerd de laatste dit jaar. Het is belangrijk dat we dat onderzoek gedaan hebben, want onze studie is namelijk meegenomen in de beoordeling van het Zorginstituut Nederland, die neuromodulatie in kaart gebracht heeft en de effecten en de betaling daarvan. Gelukkig heeft eenzelfde onderzoek uitgevoerd vanuit de Universiteit van Twente, ook in Nederland. Die kwamen tot dezelfde resultaten. En ondanks is deze relatief dure behandeling in het vergoedingssysteem terechtgekomen en aangemerkt als zinnige zorg. Het wordt derhalve vergoed onder bepaalde omstandigheden en in bepaalde centra. En Maastricht is een van die centra. Dames en heren, in deze eindoratie heb ik een kort overzicht gegeven van wat we de afgelopen jaren gedaan hebben binnen de anesthesie en pijnbestrijding in Maastricht. We hebben veel mogen en kunnen doen. Ik heb veel geleerd, niet alleen van collega's en promovendi, maar ook van patiënten. Hartelijk dank daarvoor. En dan nu het dankwoord, ook namens Jan. Ik wil alle raden van bestuur van het MUMC die ik meegemaakt heb van 1985 hartelijk danken door het vertrouwen in mij gesteld. Met name de heer Kie Peters, de heer Brans Brabants en professor Dr. Marja van Dieën. Dank ook aan het college van bestuur van de Universiteit Maastricht en de decaan van de medische faculteit, professor Albert Scherpbier, voor het vertrouwen dat ze in mij gehad hebben. En uiteraard ook de beide directeuren van de School Mental Health Neuroscience, professor Dr. Steinboes en professor Dr. Linden. Eentje terug. Ja. Dames en heren, we hebben geluk gehad. De tijd zat mee. Alles leek te lukken. Sinds 2002 heb ik als eerste of tweede promotor 40 promovendi gehad en 2 als co-promotor. Vaak samen met professor Joosten, die hier zit. Maar ook met professor Carmen Dirksen, professor Karin Faber, professor Trudy van der Weijden, allemaal vrouwen, Jan, en vele anderen. Bijna alle promovendi zijn gepromoveerd op maatschappelijk relevante onderwerpen, zoals zenuwpijn, pijn uitgaande van de wervelkolom, kwaliteit van zorg en perioperatieve zorg. Promovendi kwamen uit internationale partnerziekenhuizen, zoals de Cleveland Clinics in Amerika, Universiteit van Zurich en de laatste twee van Lugano, Italië, maar ook promovendi van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Dr. Rauma en dr. Scheltinga, die waren de co-promotoren. Veel dank ben ik schuldig aan professor dr. Bert Joosten en dr. Jaap Patijn. Beste Bert en Jaap, vanaf 2002 hebben we met z'n drieën een team gevormd, waardoor het werk geen werk leek, maar een hobby. Zo heb ik de samenwerking met jullie ook ervaren. En het heeft ertoe geleid dat we met een zeer kleine formatie binnen de chronische pijn heel veel werk verricht hebben. Niet alleen binnen de pijnkenniscentra, maar ook nationaal en internationaal. Heel veel dank voor jullie vriendschap en samenwerking. Uiteraard ook dank aan vriend en voorganger professor Dr. Menno Sluiter, die helaas de omstandigheden hier niet aanwezig kan zijn. Maar zijn dochter zit hier wel. Met Menno heb ik eindeloze gesprekken gevoerd over onderzoek en over de mechanismen van radiofrequency en pulse radiofrequency lesions. We hebben in die vele jaren bijna alle horecagelegenheden in Maastricht gezien overigens. En ik hoop dat we dat nog lang kunnen blijven doen. Mijn opvolger Jan van Zundert, ook mijn vriend geworden, dat zal u duidelijk zijn de afgelopen 20 jaar. Heel veel dank voor je samenwerking de afgelopen jaren en heel veel succes in je nieuwe functie. En het komt goed, hè? Dat heb ik al duidelijk gemaakt, ook een andere. Onderzoek zou niet mogelijk geweest zijn zonder een onderzoeksteam. Albert Keuken, Fons Kessel, helaas enige tijd geleden overleden, en Sander van Kuik wil ik hartelijk bedanken voor hun bijdrage in de methodologie en statistiek. Ze hebben de kwaliteit van het onderzoek bepaald en ook de publicaties, de kwaliteit van de publicaties. Marjan de Rijken, Inge Lamé, José Geurs, Nelke de Meij en Veerle Windraken
waren de motor en de backbone van alle onderzoeken. Het zou niet mogelijk geweest zijn zoveel promovendi te begeleiden zonder jullie hulp. Jullie zijn inmiddels allemaal ook gepromoveerd. En jullie hebben inmiddels ook allemaal een volgende stap in je carrière gemaakt. Nicole van der Hekken, de superzieke secretaresse die een aantal promovendi geholpen heeft. Heel veel dank. Ook het secretariaat en de office managers door de jaren heen. Patricia Monen, José van den Berg en Mina Gielen. Maar natuurlijk ook alle anderen die we meegemaakt hebben. De medewerkers van het dagcentrum en de medewerkers van de polykliniek wil ik ook bedanken. Ik ga geen namen noemen, want het zijn er een heleboel geweest. Heel veel dank aan de afdeling anesthesie en de pijngeneeskunde voor de samenwerking in de afgelopen 35 jaar. Dank aan mijn opvolger, Wolfgang Boeren. Het is niet lastig om met een ex-afdelingshoofd in je afdeling te zitten, maar we hebben het netjes gedaan, denk ik, naar elkaar toe. Maar ook aan Misha Sommer, mijn waarnemend hoofd van de chronische pijn. Leon Liem, mijn vriend en collega uit het Antonius, die ons de laatste jaren geholpen heeft. En Birgit Lausberg, onze huisarts, die wil ik ook eventjes speciaal aanspreken. Birgit is de meest populaire dokter bij de patiënten op de pijnpoli. En die wordt ontzettend gewaardeerd. Iedereen wil altijd door Birgit geholpen worden. Dus als u wat heeft, dan moet u naar Birgit Lausberg. Uiteraard een speciaal woord van dank voor de man waar ik 35 jaar onafgebroken mee samengewerkt heb. Dr. Ruud Timmer. U ziet hem daar links en rechts op de onderste dia zitten aan de voorkant. Ruud, je bent altijd mijn linker en rechterhand geweest. Je bent waarnemend hoofd geweest in de periode dat ik hoofd van de afdeling was. Veel dank voor je loyaliteit en wijsheid. En 7 februari gaan we samen uit eten en dan praten we de afgelopen 35 jaar nog eens door. Mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, die willen nooit bedankt worden. Dat zal ik ook niet doen, maar ik laat toch even deze foto zien. Geachte aanwezigen, hartelijk dank voor uw komst. U bent uiteraard van harte uitgenodigd in de feestelijke receptie met eten hier na afloop. En ik heb gezegd... Prachtige verhalen, moet ik dan deze keer zeggen. Zowel van Jan als van jou, Maarten. Ja, en dan is het woord even aan mij. Sorry. Het is niet anders. Ja, dat weet ik nog niet. Aan mij de eer. Natuurlijk allereerst aan jouw familie. Welkom aan iedereen hier. En ik vind het heel erg leuk om het woord tot jou te mogen richten, want ik ben natuurlijk een beetje terug gaan kijken. En in 2004 was ik, ga er maar even voor zitten. In 2004 was ik stafvoorzitter en jij vicevoorzitter. En daarna volgde jij mij op als stafvoorzitter. En ik had toen absoluut niet voorzien dat ik hier bij jouw pensioen zou mogen staan om laat ik maar zeggen, jou te danken voor alles wat je voor het AZM-MUMC hebt gedaan. Maar ik doe het met heel erg veel plezier, want wij zijn sindsdien, durf ik ook wel te zeggen, nu mag het, altijd heel goed bevriend geweest met ook jouw familie ken ik. En ik weet ook wel waarom, we komen natuurlijk een beetje uit dezelfde regio, Randstad heet dat hier. Ik kan alleen maar zeggen, samenwerken met jou betekende ook heel veel plezier hebben, want ik durf wel te zeggen, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Volgens mij is dat toch wel een van de motto's die voor jou geldt. Ik moet natuurlijk ook een beetje serieuze dingen zeggen, dat ga ik ook doen. En dat is, er zijn er al heel veel gepasseerd, maar Rian en ik we hebben het een beetje afgestemd. Je wetenschappelijk leven, ik hoef niet meer te zeggen, dat staat hier dat je dat aan chronische pijn hebt gewijd. Dat mogen duidelijk zijn. Dat zouden we allemaal niet goed geluisterd hebben. Maar het is wel zo, als de term valt, nationaal, internationaal, iedereen weet wat jouw bijdrage daaraan is. En ik denk dat het wel heel goed is om in elk geval een keer te memoreren, nog eens, dat je hier in 2014 2000 mensen nationaal, internationaal naartoe weten te halen voor het Wereldpijncongres. En dat is nogal wat, want zo'n congres, daar zijn wij natuurlijk heel erg trots op. Voor jou een mijlpaal in je carrière, voor mij ook memorabel. Ik mocht het namelijk openen en ik was net lid van de Raad van Bestuur en je kwam naar me toe, je kwam mijn kamer op en je zei, jij moet het openen.
Maar ik wil wel dat je een Madonna-microfoon gebruikt. Ik wist absoluut niet wat dat was. Dat is zo'n ding, dat is een Madonna-microfoon. En het moest een beetje flitsend en uit je hoofd. Dat was de boodschap. Ik dacht nu, het is goed met je, ik ben alweer 5 jaar ouder. Ik doe het lekker van papier, als je het niet erg vindt. Dus er zijn grenzen. Je bent expert op het gebied van de randomized control trials. Dat hebben we ook uit je onderzoek. Je hebt prachtig onderzoek gedaan. De ruggenmergstimulatie, je liet het net zien, heb jij voor heel veel indicaties geïntroduceerd. Heel veel klinische studie. En ik denk ook dat jij verantwoordelijk bent voor het omdenken in de pijnwereld. Het kwam in jouw lezing ook naar voren, de verslaving aan de opioïden. Niet als er iets niet werkt, weer iets gebruiken. Nee, echt op basis van wetenschappelijke evidence. Nieuwe middelen gebruiken en anders niet gebruiken. Ik denk dat je daar, en dat wil ik toch wel heel serieus, heel nadrukkelijk zeggen, daar ben je absoluut een voorloper in. En daar heb je ook hele mooie resultaten in gehaald. Toch ook nog even roepen. 200 WI1, ik geloof niet eens, want Van Kleef, er zijn meerdere Van Kleven, maar het waren er zoveel. Maar ik weet meer dan 200 WI1 publicaties zijn. 42 promovendi. En de afgelopen week dacht ik het regenproefschriften van Van Kleef. Volgens mij wilde hij 50 nog gaan halen. Maar dat is toch niet meer gelukt. Je hebt een ongelofelijke drive en bevlogenheid. En hart voor je patiënten, maar ook voor de wetenschap. Dat mag zeker ook genoemd. Ik denk dat menig MUMC'er is als of een familielid of zelf eventjes bij jou naar binnen is gelopen van ik heb hier pijn, daar pijn, weet jij niks. Ik ben zelf ook wel eens voor adviezen gegaan, ook al was het voor familieleden. En eigenlijk staat dan altijd je deur open. En daar wil ik je ook nog eens even om roemen. Je hebt een onmetelijke arbeidsethos. En ik memoreer maar heel eventjes, zo goed als je met pijn bezig bent en zoveel gevoel als je voor je patiënt hebt, is het ten opzichte van je omgeving ook wel eens ziek. Dan pak je maar een paracetamolletje. Alleen als je niet kan praten, wordt er hier niet gewerkt. Dat noemen wij een kort door de bocht Rotterdamse Van Kleefboodschap. Zo zou ik hem een beetje willen typeren. Een stijl die natuurlijk in Limburg af en toe wel even wennen was. Jouw directe communicatie die is natuurlijk toch. Maar het goede daarvan is dat die altijd afgesloten wordt met, ja, ik kan hem niet nadoen met de typische Van Kleeflach. Die kent iedereen, ja, toch? Je verlangt van je omgeving dezelfde arbeidsethos als je van jezelf eist. Je steekt je kritiek nooit onder stoelen of banken. Maar als je ongelijk hebt, dan ben je ook de eerste die dat toe weet te geven. En ik weet een mooi voorbeeld. Dat is dat jij in stafvergaderingen ook altijd, nou, als je ergens, als je iets niet goed vond bij ons, dan was het wel onze ICT. Belabberder kon niet. Daar klagen nog steeds heel veel mensen over. Maar ik weet ook dat toen je een deelaanstelling in de VU kreeg, dat jij de eerste was die onze ICT roemde met de boodschap, nu weet ik hoe het is als je helemaal geen digitaal dossier hebt. En ik heb dat heel vaak gememoreerd. Ja, er zijn misschien Amsterdammers. Amsterdam heeft inmiddels ook een digitaal dossier. Even voor de goede orde. Je hebt absoluut succes geboekt in je rijke carrière. Het was al een beetje genoemd, je liefde voor het onderwerp pijn eigenlijk meer een passie noemen. Hè? Je hebt niet alleen op je vakgebied geëxceleerd, maar ik denk ook in het onderwijs van je AJO's. Je bent de eerste geweest die een praktijkexamen ontwikkelde in de anesthesiologie, wat nu in de geneeskunde ook overal wordt toegepast. Maar jouw AJO's zien er nog altijd tegenop als ze dat examen moeten doen. Ja, dan kom ik een beetje persoonlijker. Dan wordt het natuurlijk leuker. We kennen je als amicaal, sociaal en op een hele positieve manier vind ik duidelijk aanwezig. Je houdt enorm van gezelligheid, ook dat weet ik. En zo zorg je op het secretariaat altijd voor een buitengewoon goed gevulde snoeppot, waarvan jouw medewerkers hebben aangegeven dat je die voor een groot deel zelf leegt. Maar het doet verder helemaal niets af aan het gebaar. Jij vult hem. Je passie voor pijn, die uitzicht natuurlijk ook in het feit dat je een enorm gevoelsmens bent. En dat kan niet anders, want je bent opgegroeid in een gezin met louter zussen. Marjan en jij kregen 3 dochters. En je hebt inmiddels 2 kleindochters. Dus ja, vrouwelijker kan het niet.
Marjan, introduceer je altijd met de woorden mijn eerste echtgenote. En dan hoop je natuurlijk, dan choqueer je een beetje. En dan hoop je natuurlijk dat iedereen denkt dat je er 5 hebt gehad. Maar het is altijd nog die ene trouwe. En dan kom ik eigenlijk een beetje op de humor en het choqueren. Dat vind ik ook iets wat wel heel erg. Jij probeert eigenlijk altijd met je humor een beetje te choqueren. Dat hoort ook bij jou. En ik herinner mij als de dag van gisteren. En jij, toen jij mij aankeek, wist ik ook dat jij daar ook aan dacht. Dat ik naast jou zat toen wij in het kader van AZ Move leiderschapstraining hadden. En de bedoeling was dat wij met alle 50 leidinggevenden in het AZM toen, ik was stafvoorzitter toen, moesten we een djembe percussiesessie volgen om het echte samenspel te oefenen met 50-tal leidinggevenden. Dat trommelen met die trommels, dat vond je nog tot daaraan toe. Maar toen wij op enig moment allemaal tegelijk tuut-tuut moesten roepen. Toen werd het je veel te veel. En ik zal hier niet herhalen welk subversief gedrag je toen vertoond hebt. Ik zat naast je en jij trok mij mee, want ik zou zoiets normaal nooit doen. Daar ben ik gewoon veel te braaf voor. Maar bij mijn afscheid als stafvoorzitter heb jij mij, en dat is dan toch dat karakter weer om het goed te maken, heb jij mij een echte djembe cadeau gedaan. En ik heb hem nog altijd. Ik kan er niet op spelen, maar ik heb hem nog altijd. Goed, nu met pensioen. Voor mij duurt het ook niet meer zo lang, dus we hebben er al wel eens zowat over gefilosofeerd. Ik weet dat je een hond hebt aangeschaft. Het is vast een vrouwtje, ik weet het niet. Ja? Heel goed. Dus je gaat wandelen, je bent een groot sportliefhebber. Ik weet dat je in je studententijd ook een, laat ik maar zeggen, niet onverdienstelijk roeier was. Je bent daarna gaan fietsen. Ik geloof niet, sport en het onderwerp pijn en tot het gaatje gaan, dat is natuurlijk toch iets wat bij pijn hoort. Ik geloof niet dat je dat nog doet. Volgens mij is het vooral de nazit met de gezellige wielrennerclub waar ik het nodige over gehoord heb. Het gaat vooral over die nazit. Maar je bent in die fietsclub wel heel erg belangrijk. Want dat wil ik toch ook nog even noemen, dat jij door jouw directheid en je medische expertise heb je natuurlijk toch een keer een van jouw maten gered en gereanimeerd. Dat is je met succes genoemd. En een paar jaar later, toen de Tour de France door Nederland ging, herhaalde je dat nog eens en redde je het leven van een supporter. Ik denk dat, toen ben ik me wel af gaan vragen, is het nou jou juist verontrustend of geruststellend om met jou samen te gaan sporten? Want wij golfen af en toe. En dan, ja, maar goed, ik ga vanuit geruststellend. Beste Maarten, het wordt pijnlijk duidelijk dat we afscheid gaan nemen. En dan zeker als collega's. En we verliezen daarmee een hele goede en een gedreven wetenschapper. Je zal vast nog wel wat gaan doen, daar ben ik van overtuigd. Jouw gedachtegoed wordt op een hele mooie manier voortgezet door je opvolger. Waar het voor jou allemaal begon, en je hebt er even aan gerefereerd, aan den strijd van het menselijk vernuft tegen de lichamelijke pijn, sluit je je carrière af met wat verder ter tafel komt. En wat verder ter tafel komt, dat hebben we gezien. Dan is de cirkel academisch rond natuurlijk. Dat gebeurt bij ons allemaal. Maar we mogen je nog een paar maanden in ons midden hebben, omdat je gaat geloof ik tot mei nog door. Ik kan alleen maar zeggen, ik hoop dat je vanuit jouw Van Kleefstraat, want verder heeft er niemand een eigen straat in het Maastricht UMC, nog eens af en toe bij mij op de koffie komt in de Van Kleeftoren, die we ook speciaal naar jou genoemd hebben. Dat je daar nog eens een kopje koffie komt drinken. En dan sluit ik af met Just Another 45 Miles to Go Before Your Home van Golden Earring. Hè, waar wij, heel goed, hè? Heel goed voor mij. Ja. Daar zijn we beide liefhebber van geweest. Bij mij is het overgegaan, bij jou nooit. maar voordat ik aan het eind wil ik jou toch even namens de Raad van Bestuur heel hartelijk danken voor alles wat je voor het Maastricht UMC hebt gedaan. En in dat kader wil ik jou de Maastricht UMC Plus penning overhandigen. Oké. Okay.
Ja, jongen. Geachte aanwezigen, beste maten. Mijn naam is Bert Joosten en ik spreek hier namens de subafdeling chronische pijn aan de pijnkliniek van het MUMC. Toen ik die uitnodiging voor deze zitting ontving uit jouw handen, Maarten, zei je... Moet ik hem even pakken? Kijk Bert, daar staan Jan en ik. Net Jut en Jul. Jut en Jul, dacht ik. Is dat nu een oude Rotterdamse versie van de hedendaagse Fokke en Sukke? Zijn dat ook twee stripfiguren die in de maatschappij kritische beschouwing brengen in grappige cartoonvorm? Nee. Jut en Jul, ik heb het opgezocht, blijkt te verwijzen naar een oud Nederlands gezegde en het betekent eigenlijk een apart stelletje. En dat klopt, dacht ik. Maar eigenlijk beter een bijzonder stelletje. En Maarten, bijzonder dat ben je. Jij komt uit Rotterdam, de stad van Erasmus. Wie kent de humanist Erasmus niet? En heeft het daarmee dan direct over zijn bekendste geschrift, De Lof der Zotheid. Maar Erasmus heeft ook verschillende geschriften gemaakt die over opvoedkunde en onderwijs gaan. Mogelijk was daardoor Rotterdam in die tijd het centrum van en voor onderwijsinnovatie. Maar nu is dat Maastricht. Je kwam naar Maastricht, je hart lag niet bij het onderwijs, maar je hart lag bij de kliniek en het onderzoek en dan wel het onderzoek naar diagnose en behandeling van de chronische pijn. Maarten, een klinicus en een onderzoeker, dat ben je. Als Hollander naar Limburg, als Rotterdammer. Rotterdammers zijn eigenlijk wel het prototype Hollanders. Recht toe, recht aan, zeggen waar het op staat, niet op het mondje gevallen. Daar kun je mensen mee overdonderen. En dat gecombineerd met je lengte, je gewicht, je houding en je witte jas. En dan ook nog in het achterhoofd houdend dat je tellig bent van de bekende slagersfamilie in Rotterdam. Dan kun je gemakkelijk autoriteit afdwingen. Maar dat duurt dan toch maar even. In de wetenschap geldt dat je autoriteit verwerft en verkrijgt door kennis. En dat is het geval bij jou. Heel veel kennis over het vakgebied. Dit, gecombineerd met je commerciële achtergrond, opgebouwd in het slagerswezen, bleek ijzersterk. Jouw uitspraak, daar zit handel in. Als er een onderwerp ter sprake kwam voor mogelijk onderzoek, en jouw gevoel voor de centen, heeft geleid tot vele belangrijke bijdragers in het onderzoek van en naar de chronische pijn. Maarten, een Hollander, dat blijf je. In de wetenschap ben je de man van de zekerheden. Een volgeling, zoals velen, van de filosoof Karl Popper. En het zoeken naar die ene waarheid en dit toetsen middels experimenten. En de beste experimenten zijn de RCT's. Ofwel de Randomized Clinical Trials. Je was en je bent er een expert in. Maar geeft die RCT zoveel zekerheid? Of moeten we toch niet, net zoals Nietzsche, naar de vrolijke wetenschap gaan? En zelfs twijfelen aan de methode van wetenschapsbeoefening zelf. Twijfelen is namelijk inherent aan onderzoek. En wat nu? Ik geef je deze gedachte mee naar huis. Je krijgt nu tijd. Maarten, een man van zekerheden, dat ben je. Eén woord heb ik hier nog niet gehoord en ik vind dat dat absoluut verdient genoemd te worden. Integriteit. Ondanks alle publicatiedruk, outputmetingen, H-factoren en al wat dies meer stijgt, bleef jij standvastig aan je principes. Onafhankelijk onderzoek, reproduceerbaarheid van gegevens, een volledig inzicht in methodes en resultaten. En dan pas publiceren. Geen duimbreed toegeven. Integriteit, een essentiële eigenschap van een goede onderzoeker. Maarten, een man van integriteit. Maarten, je bent leider geweest van een excellent team chronische pijn. Het is een team dat bepaalt welke leider er het beste bij past. En het is de leider die je team verder kan vormen. Dit geldt overal en altijd. En een vergelijking met het voetbal ligt hier voor de hand. Het Rotterdamse Feyenoord van begin jaren 70. Geweldig team.
Met spelers als Beertje Kraaiermaat, Koentje Moulijn, IJzeren Rinus en Willem alias de Kromme. Maar het was de coach Ernst Happel die er het beste bij paste. En door zijn strakke en autoritaire leiding, kein gelul, voetballen, ervoor zorgde dat dit Feyenoord het beste van de wereld werd. Daarna zijn er andere teams gekomen met andere leiders die daar dan weer beter bij pasten. Dat gebeurt ook in de wetenschap, dat gebeurt ook in de kliniek. Maar met weemoed blijven we altijd terugdenken aan Ernst Happel en dat ene geweldige Feyenoord van de jaren 70. En zo zal het ook gaan met jou en je Maastrichtse chronische pijnteam. Ik kan dan nu ook maar op één manier afsluiten. En dat met een lichte aanpassing van het clublied van het Rotterdamse Feyenoord. Hand in hand, kameraden. Hand in hand, Maarten in. Geen woorden, maar daden. Leven Maarten in. Dames en heren, Maarten van Kleef. Ja, het gebeurt. Het is zover. We hebben twee speeches gehoord, een prachtige inauguratie en allemaal in deze zaal. We hebben een acte de présence gezien van Maarten van Kleef. En ik denk, u hebt het net al gezegd, of jij hebt het net al gezegd, we hebben nu 6,5 jaar bij elkaar gewerkt. Het is niet makkelijk met een ex-afdelingshoofd binnen de afdeling te werken, maar het kan nog veel moeilijker. En de basis daarvan, naast integriteit, is respect. Ik heb een hobby, ik verzamel altijd quotes. En nu wil ik toch nog een keer in deze wonderbare kerk Maarten van Kleef laten spreken met een aantal van die quotes die in de loop van de laatste 4 tot en met 5 jaar bij elkaar zijn gekomen. In onderzoek zonder promovendus is geen onderzoek, alleen maar gedoe. Ik denk, vandaag hebben we het uitgebreid daarover gehad. En we hebben gezien hoe dat tot heel veel promoties heeft geleid, tot heel veel onderzoek. Maar het heeft nog een andere ding aangetoond, hoe belangrijk het is mensen verder te brengen in het onderzoek. Dingen die we beginnen, moeten we denk ik wel afmaken. En daarvoor is dat natuurlijk een mooie prestatie. Doorzetten is de voorwaarde van succes. Nooit stoppen, altijd doorgaan. En vallen en opstaan hoort bij het spelletje. Bert Joosten heeft nu wonderbaar verteld hoe dat in Rotterdam gebeurd is in de jaren 70. We hebben natuurlijk een aantal reminiscenties aan het voetbal gehad. Ik heb een zware dissens met collega Jan van Zundert over de uitkomst van het EK volgend jaar, dat zullen we de volgende weken oplossen. Als ik vandaag een excellente idee heb, is mijn goede idee van gisteren irrelevant. Dat is iets wat voor de omgeving, voor al die mensen die je vandaag bedankt hebt, denk ik een van de grootste uitdagingen. Wat is nu weer gebeurd? Hij heeft een nieuwe visie. In het weekend heeft hij over iets nagedacht. Maar het is natuurlijk ook dat wat jonge researchers, onderzoekers enorm stimuleert. Niet iedereen kan het aan, maar je hebt toch altijd geprobeerd ook om die die het niet aan konden voor een bepaald moment weer op te vangen. We hebben het vandaag gehad over de succesvolle hoogleraar, de collega, de arts. Tot mijn verbazing heb ik na een tijdje gerealiseerd dat er ook heel veel warmte is. En terughoudendheid en voorzicht. Dat betekent, we hebben toch vaak bij elkaar gezeten en gespaard over het een of het andere, over mensen. En ontzettend vaak heb jij gezegd, daar zit iets in haar of in hem. Laat ons nog een kans geven.
Of laat ons nog een jaar de tijd geven waar ik al lang bezig was om na te denken hoe we verder gaan. Zorg is voor de patiënt, niet voor de dokter. Zinnige zorg is voor de patiënt. Wij moeten het uitvoeren op een goede manier. We leren van onze patiënten en we mogen ontzettend dankbaar zijn aan onze patiënten en vaak bij hun bedanken. Maarten van Kleef, dames en heren, heeft in Maastricht iets opgebouwd. Maastricht is pijngeneeskunde. Inmiddels is Maastricht ook een stuk outcome research. En daar zijn wij heel, heel tevreden mee en heel happy mee. Hij heeft iets opgebouwd en hij heeft ook één ding gedaan wat ik indrukwekkend vind. Hij heeft heel vroeg nagedacht, daar komt iemand anders. Ik moet ervoor zorgen dat continuïteit van zorg, maar ook van onderzoek vorm is gegeven. En met name voor het laatste, wat ook leidt tot de gelegenheid dat we hier nu een wonderbare middag met een inaugurale reden en een afscheidscollege horen, ben ik u namens de afdeling buitengewoon dankbaar. Beste aanwezigen, we zijn aan het einde gekomen. Na een hele mooie middag, kan ik wel zeggen. Dat gaan jullie allemaal laten bezinken nog de komende dagen. Onder de kerstboom hebben jullie daar alle tijd voor. Wij gaan zo direct u de kerk uitlaten. Wij doen dat op een bepaalde manier. Dat betekent dat het cortège, dat zijn wij in die jurken, dat wij als eerste gaan. En wij gaan ook een andere kant op. En normaal moet u ons volgen. Nu gaan we dat niet doen. Als ik het verkeerd zeg, moet je het ook even nu zeggen. Maar de bedoeling is dat u naar de receptie gaat. En dat is in het Grand Café bij het museum op het Vrijthof. Dat is echt heel vlakbij. Daar, ik weet nooit waar ik ben. En wij gaan met het cortège even langs de Minderbroedersberg, omdat we dan de jurk weer uit moeten doen. Maar de heren komen er zo snel mogelijk aan, zodat u natuurlijk ook kan feliciteren. Het is wel de bedoeling dat u vast een pintje pakt, of een spa rood, dat noemen jullie niet zo, geloof ik, in België. Dus gaat u vast aan een drankje beginnen, want het kan wel even duren voordat de beide heren er zijn. Dan wil ik ook nog ons meneer Boven van het orgel bedanken, Nick Goudkuil. Die gaat dadelijk weer prachtig spelen. Dat heeft hij ook gedaan toen we binnenkwamen. Veel dank. En dan dank ik u allen voor de komst naar deze ceremonie. En ik wens u hele prettige feestdagen. Fijn weekend. Dag. Thank you.